Beiden konden ze zich net als Rico Verhoeven tot de beste rekenen. Christa Fleming en Fred Royers zijn dan ook wereldkampioenen. Fleming verovert haar titel in 2007 met Royers als haar trainer. In de vorige eeuw is hij zelf wereldkampioen in verschillende vechtstijlen. Ze zijn blij met de groei van de sport. Rico is natuurlijk echt een topatleet. En een beter voorbeeld kunnen we niet hebben in onze sport. En dat het zo populair is geworden, nee, verbaast me helemaal niks. Het verbaast me eerlijk gezegd dat het zo lang heeft geduurd. Want? Omdat het een geweldige leuke sport is. Er is wel een kanttekening voor iedereen die nu staat te popelen om ook aan de slag te gaan. Kickboksen is niet voor softies. Als je elkaar schopt en slaat, dan kun je dat niet zachtjes doen. Dat gaat niet. Het is een hardheid die is gebaseerd op een bijna wetenschappelijke manier van trainen. Hoe bedoelt u? Alles wat gebeurt in zo'n ring, dat is berekend, gecalculeerd, er is over nagedacht. Je schopt niet zomaar heen gezien. Na haar wereldkampioenschap en een studie is Fleming als therapeut aan de slag gegaan. Daarbij gebruikt zij ook het kickboksen. Om kinderen te helpen zichzelf beter te leren kennen, sterker te worden in hun lichaam, hun eigen grenzen te leren kennen en te leren bewaken, omgangsvormen met de ander, respectvol met elkaar omgaan. Kunnen schoppen en stompen zou je dus zelfverzekerd en sterker maken. Fred Royers heeft een tip voor iedereen die nu de handschoenen aan wil trekken. Je moet het wel, op zijn minst een half jaar, je moet mee bezig zijn om hier enigszins te begrijpen waar het over gaat. En wie blijft trainen, wordt misschien ooit ook kampioen.